weer, Juri. En het was een best schot, maar de keeper stond goed op te letten. Mooie redding. Slimme ingreep op het middenveld en wisseling van balbezit. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? En een schot. Natuurlijk! Zo, de man met de aanvoerdersband pikt zijn doelpuntje ook mee. En nog een mooi doelpunt ook. Hij herovert de bal met zijn tackle. Ze hebben de bal veroverd, kijken wat ze ermee kunnen. Doelpoging. Die bal is voor de tegenpartij. Balbezit verspeeld. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Met de bal uit. Hij weet zijn tegenstander van de bal af te houden en kan doorgaan. Een tackle op de vleugel. Balbezit. Ja, en nu? Ja hoor, daar is de gelijkmaker. Buitenspel volgens de scheidsrechter. Ik weet het niet hoor. Het zou een dure fout kunnen zijn. De eerste helft is gespeeld. Jongen, dat was een weggevertje zeg. En dat op dit niveau. Daar had hij echt een open kans. Alleen de keeper nog voor zich. Goeie tackle en opnieuw balbezit dus. Goed opgesteld hoor, van de verdediger. Jansen. Wordt dit wat? Ze hebben de leiding gepakt. Ja, en het is nu zaak, Evert, dat ze de voorsprong nog verder vergroten. Of zou het hierbij blijven? Wat denk je? Nou ja, dat zou ook kunnen. De scheidsrechter geeft een vrije trap. Jammer dat hij het hoofd niet koel weet te houden. Kopt hem handig door. Neymar, slim onderschept door de achterhoede. Die passeer je niet zomaar. Moet je dat zien? Jansen! Wordt dit het begin van een nieuwe aanval? En het balbezit is voor de tegenpartij. Wat gaan ze doen? De speler krijgt de bal in de 16 aangespeeld en plaatst hem in de linkerhoek. Dat was het einde van de wedstrijd. De stand